Ja, Gio, jij werd vorig jaar eens Playboy van het jaar. Hoe heb je dat jaar ervaren? Het was wat moeilijker als vrouwen te krijgen dan. Maar de vrouwen spraken me erover aan, dus een goede kant en een slechte kant. De vrouwen verwachten eigenlijk omdat je Playboy was, dat meer van uw kant kwam, of wat bedoel je? Dat vooral. Dus ik heb mijn truc laten zien en dan soms ging dat, soms ging dat niet. Hè. Die trucken, wat is dat dan? Van alles, hè. Ik geef de truc niet prijs. De nieuwe Mystic Rubik moet dan niet zoveel te doen met de vrouwen. Die brengen alleen maar slechte invloed. Dus voor u is Mr. Kruijbeke... Mijn jongste collega van de Giro, Jonathan Leeses. Hij verdient die prijs. Hij heeft veel vrouwen versierd van het jaar. Zoals veel grietjes van Redmond. Wie dan? U zult het binnenkort wel kennen als mijn opvolger. Het zal een hele goede zijn. Wat moet Mr. Kruijbeke allemaal hebben van capaciteiten? Een schoon bekje. Serieuze tieten. Dat was om te beginnen dan. En dan een goed karakter, vriendelijk, lief. En al belief voor een jongen. Voor mij persoonlijk, Miss Kruijbeke, geef ik aan Tamara wanneer. Ze komt er goed voor. Ze krijgt me altijd te blozen, dus dat is altijd een goed punt. Voor mij, ze kan mij krijgen. En voor iedereen de beste wensen voor dit jaar. Hopelijk is het een plezant jaar. En vooral de jongens, gebruik de vrouwen. En er is vooral genoeg paneel voor iedereen. Scholletjes, hè? Nee, jongen, serieus.